Wij zijn uitgestrekt uit het hotel en wij gaan nu rijden richting Jacco. 52 minuten. Hoeveel? 52 minuten. Oeh, dan hebben we wel vertraging, want het was eerst 2:10. Oh nee, dit is zonder vertraging, want dit is zonder internet gekeken. Oh. Oké. Dat is een tegenvaller, we dachten 2 uur. Goed, dus daar gaan we heen. Blijven we 1 nacht, omdat we morgen dus een eilandtour willen doen. Die daar vanuit Jacco vertrekt. Dus dat. Nou, het is 2,5 uur rijden. En dan, het is nu 9:30, dus we hebben dan nog lekker de middag daar. We zijn nu even gestopt bij deze boom. Dit is een hele grote boom, dus over andere bomen groeit. En hij groeit dus nu over de rivier heen. We zijn bijna in Jacco, maar we zijn even gestopt bij deze brug, want hier zie je namelijk, ik zal het even laten zien, heel veel krokodillen liggen. Dit is een rustplaats voor krokodillen. Dus we dachten even hier stoppen, even kijken. We zijn aangekomen in Jacco, het is nog rond middaguur. We gaan zo even hier lunchen. We kunnen nog niet in de kamer, maar ik wil toch wel eens even wat laten zien van hoe het er allemaal uitziet hier. Want het is echt prachtig, dit hostel. Kijk, hier heb je dus alle huisjes, of ja, de kamers. Maar hier dus een terrasje. En hier lekker het zwembad. En hierachter is dus al meteen het strand. Het is echt super chill. En dan hier het restaurant. En we gaan hier ook meteen even lunchen, dus aan het zwembad. En dit is nog de kamer. En hier slapen wij deze 2 bedjes. We hebben even een welkomstdrankje hier. En dat krijg je dus elke keer als je de eerste nacht hier verblijft. Wel leuk met allemaal mensen dus die hier alleen deze nacht blijven. En dit is het drankje vandaag. Wij gaan even eten. We hebben allebei een pokeball. Wij gaan iets heel leuks doen. We hebben echt super veel zin in. Wij gaan namelijk een Latin-klas volgen. Dus dansen. Hier is de meneer al klaar aan het maken. Dus komt via het hostel. Dus ik ben benieuwd. Jij vindt het echt super leuk. Jij ook hoor. Maar jij zegt altijd, ik wil heel graag Latijn dansen of zo. Ja, ik zou wel heel soms ook in houden of zo, zonder chatten. Ja, nou, dit is gemaakt vanavond. Dus wij gaan zo meteen hier onze kunst laten zien. Terwijl de rest hier zit te eten. Good morning. Het is vroeg. Het is al een paar dagen vroeg, dus ik ben een beetje moe. Maar door excitement ben ik wel gewoon oké, wakker. Want wij gaan vandaag een eiland toe. Turtle Island heet het. En daar hebben we eigenlijk gewoon een dag. Kun je hiken, kun je snorkelen, wateractiviteiten doen. En ja, dat is volgens mij... Ja, ik denk ook een klein uurtje varen vanuit hier. Dus we gaan eigenlijk hier met een organisatie gaan we dan mee met de boot. En dan hebben we de dag daar. Best wel een drukke dag, want aan het eind van de dag gaan we ook nog eens naar een andere locatie. Dus vertrekken we naar Dominical. Dat is nog 2 uur rijden wel. Dus het zal een flinke dag zijn. Maar zeker de moeite waard. Oh.
het eiland. Nou, hopelijk vanaf nu gaat de dag top, want onze dag begon echt mega slecht. Sanne die had allemaal problemen met werk, ze kon niet inloggen en ze moest wel dingen doen. Dus dat is niet gelukt. Ik had echt beginnende migraine. Ik heb keihard mijn voet gestoten aan een hek vanochtend met de auto ophalen. En daarna werden we ook nog eens allebei zeeziek op de boot. Dus het begon goed, we zijn nog steeds een beetje misselijk. Maar hopelijk vanaf nu alleen nog maar beter. We zijn hier wel echt op een prachtige plek. Wij gaan even lunchen, hebben we net hier gekregen. Het is de rest van de ochtend hebben we hier gelegen. Nu lunch. We hebben weer even na het eten lekker hier gezond. Daar het strandje. En we gaan nu dus op een bananenboot. Dus ik ga proberen mijn GoPro mee te nemen. Ik weet niet of het goede beelden oplevert, maar we gaan het zien. Nou, we hebben even kunnen varen, maar daarna was mijn GoPro vol. Dus verder kon ik niet filmen. Maar het duurde sowieso ook maar heel kort. We zijn twee keer gevallen. Ik denk dat we 10 minuten op dat ding hebben gezeten. Maar het was wel heel leuk. Ik dacht wel dat het harder was. Dus dat je harder zou vallen. Het viel wel best wel mee. Maar wel echt een vette ervaring. Maar we hebben het allebei nog nooit gedaan. Ze hadden dat ook nog nooit gedaan, toch? Nee, de eerste keer. En wat vond je? Dat is maar kort inderdaad. Ja, hè? Ja. Ik dacht, op een gegeven moment ging ik dus terug naar het strand. Ik denk, oh, er is misschien iets mis met de banaan of zo. Dat ze even iets moeten checken. Maar toen bleek het dus klaar te zijn. Dus, maar ja, wel leuk. En we zijn weer terug aan land. Nu rijden we naar Dominico. We zijn aangekomen in Dominico. Dit is onze kamer. Gewoon 4 bedden voor ons tweeën. En dit is de rest van het hostel. Dus wij slapen hier boven zo. En dan kun je hier naar beneden. Daar is een zwembadje. En je surfpaden, surfplanken en dan daarachter de keuken. We hebben onze koffers neergezet. Oh, mijn haar zit echt verschrikkelijk. En we zijn eigenlijk meteen gaan eten, want het is al best wel laat. En we zitten nu bij dit schattige Thaise restaurantje. Met allemaal leuke decoratie. En het eten is er. Smakelijk. Good morning. Ik denk dat ik de vlog nog nooit zo laat heb geopend. Dus, nou, het is helemaal niet laat, maar het is 10 uur. Maar voor hier voelt het echt als uitslaap. Ik heb vandaag zo lekker geslapen, lekker rustig aan kunnen doen. Vanochtend even lekker in mijn pyjama gebleven. Even met thuis gebeld. En nu is het 10 uur en ik ben aangekleed. En ik ga even lekker het stadje in. Naar het dorpje. Het is 1 straat. En die straat is binnen 10 minuten bij je eruit. Maar ja, dat is wel heel leuk, schijnt hier aan. Maar we hebben gisteren natuurlijk, kwamen in de avond aan. Dus we hebben nog niet echt goed kunnen zien. Dus ik ga ook even naar het strand kijken. En echt super chill. Daar is dus de straat van het hostel. En dan kom je hier. En dan zit je gewoon al aan het strand. En Dominico is dus een nog niet heel erg toeristisch dorpje. Dus je hebt ook maar 2 hostels bijvoorbeeld. Maar dat vonden we juist heel leuk. Want we hadden bijvoorbeeld in Santa Teresa staat ook nog wel een beetje. Dat nog niet heel erg massatoerisme is. Waardoor het nog juist heel gezellig en kleinschalig en authentiek is. Maar dat houdt dus wel in dat je dus op een onverharde weg, waar ook de auto's rijden, continu moet lopen. Dus er zijn geen voetpaden. Dat is ook geen asfaltweg. Later in het dorp heb je trouwens wel een klein stukje asfaltweg.
Maar hier niet, dus dat komt er dan ook natuurlijk wel bij kijken. It's been alright. And now I'm sorry how I'm all, it's not in tonight. And on as we go, we seem to fight. But baby, that's just the way we love. And only in the dark do we see our sunlight. Home is where we were, home is where we want to be. And yes, we don't have time to say goodbye. And this ain't the last time. Nou, ik loop nu weer net weg van de supermarkt. Dit is dus de grote supermarkt van het dorp. Hij is echt super klein. Ik dacht echt, dit is echt zo'n mega supermarkt. Maar hij is echt heel klein. Hij is aan de andere kant van, hier loopt de snelweg. Dus hij is aan de andere kant van de snelweg, net uit het dorp. En ze zei, ja, in het dorp zijn kleine supermarkten. Nou, die zijn echt heel klein. Die zijn 3 rijen groot. Maar hier zit dan de grote supermarkt. Nou, deze is denk ik 10 rijen groot. En dan echt, zeg maar, de rijen zijn nog geen 5 meter. Dus het is een superklein supermarkt. Ik moest granola halen en ik moest bananen halen. Nou, met moeite heb ik 2 goede bananen gevonden. De rest was allemaal heel veel rotte plekken. En granola hebben ze dus gewoon niet eens. Dus dat is niet gelukt. Dus in de grote supermarkt van het dorp kan ik zelfs niet alles vinden. Maar dat vind ik dus wel echt heel leuk hier aan, omdat het zo allemaal zo klein is. Ik zal trouwens het hostel nog even verder filmen, want nu is het licht. Hier is dus een beetje een gemeenschappelijke ruimte. Daar is de keuken. En dan hier de receptie. Hier ga je naar buiten. En dan is hier dus het zwembad met nog relaxruimtes. En dan daarboven slapen we. We zijn onderweg naar Evita en we zijn even gestopt om te lunchen bij dit mooie uitzichtpunt. Kijk, echt prachtig. Nou, we hebben onze lunch, we moesten echt heel lang op wachten. Dus we gaan nu even lekker lunchen met dit uitzicht. En dan straks gaan we dus naar hier. Kom ik laten zien. Dit eiland, wat nu dus los ligt. En daar kun je dus doorlopen vanuit het vasteland naar daar. We zijn bij het strand van Evita en daar zie je dus al dat het stukje droog ligt en dat je dus daar naar het eiland kan gaan. Dus dat gaan we nu doen. Now it's time before we go. Raise your hands, raise a toast. Time is something special, just like love before it starts to snow. It's crazy how the years have gone. Memories are the drug we're on, but darling, just remember that there's never a goodbye. It's falling. There's never a goodbye. En het begint al aardig weer onder te lopen. Dus het getij was het laagst een uurtje geleden of zo. Dus hier hebben we Sanne met haar matching paraplu. Met haar topje. Ja, het regent echt een paar druppels. Maar toch leuk. We zijn onderweg naar huis en we zijn even gestopt bij Playa Hermosa. Dat is dit. En waar je normaal op zoek gaat naar de meest witte stranden, is deze dus bekend omdat het een van de donkerste stranden is van Costa Rica. Dus voor de rest niet heel bijzonder eigenlijk. De zon is inmiddels onder en wij gaan... Ben je moe? Wij gaan sushi eten alweer. Maar schijnbaar zit hier ook een goede sushi, dus ja, die kunnen we niet laten liggen natuurlijk. Dus we zijn hier door het dorp aan het lopen. Wat oprecht uitgestorven is in de avond. Het is ook wel bijna het kwart over 8, denk ik. Dus we eten ook wel wat later dan normaal. Oh, hier is het niet uitgestorven. Place to be. Nee, ik hoorde vanmiddag dat heel veel shopjes om 5 uur al dicht gaan. Dus sowieso eigenlijk bijna overal in Costa Rica. Dat als het donker is, is iedereen binnen, denk ik.
Oké, lang verhaal kort. Wij gaan sushi eten. Daar hebben wij heel veel zin in. Onze sushi is er. En het ziet er zo goed uit. Echt een hele boot. Donkers, ik druk daarop. Ja. Ik denk dat het ding... dat het dus rammelt. Er hing zo'n stangbeetje als dat losviel. Ik nog een keer. Denk ik, oh kut, hè? Ik heb lampen niet aan. Toen dacht ik, oh kut, er staat zo'n emergency. Sanne ging naar de wc en ze wilde het licht aanzetten. En toen drukte ze dus twee keer op de emergency bel. Ik hoorde ook zo'n bel afgaan. Je kunt zo lang zallen. Ook echt alleen. Er stond ook echt olie voor emergency. Zo'n belse Nederland. En dan zie je of je de knop moet drukken. En dat moet doen wat eigenlijk mag. Maar hey, het was donker. Ja. Maar dat was dus het probleem, want als de lamp was, ik kon de lamp niet vinden, maar ik was buiten het toilet. Ja. Oh, goed, wij hebben onze bucket helemaal vol gegeten. We zitten zo vol, maar het was zo lekker. Dat was echt goede sushi. Nog lekkerder dan in Santa Teresa. Ja, het was heerlijk. Wij gaan nog even lekker het zwembadje in. Avondduik. Oh, maar echt. Het is wel een beetje fris. We hoopten dat het een beetje een hot-up idee was, maar het is gewoon koud. Nou ja, hij is niet echt koud, maar hij is wel fris. Ik wil mijn arm ook nog niet naar beneden doen. Good morning! Ik ben even ontbijtjes voor ons aan het maken. Laat ik er zelf ontbijt maken, want daarna hebben we alleen nog maar ontbijt inbegrepen. Ik ben echt super blij, deze keuken is echt mega schoon. Eindelijk. En we hebben echt gewoon... genoeg bestek en vorken. Dus we hoeven niet meer uit kommen te eten of uit mokken of weet ik veel. Ik ben helemaal blij. We zijn nu bij het startpunt van de watervallen. En we mogen over ongeveer 3 kwartier kunnen we pas het busje, of ja, trolley noemen ze het hier. Een beetje een truckachtig kunnen we dan nemen. En we wisten dat die pas later kwam, maar we wisten niet zeker of we het goed konden vinden. Dus we dachten, zijn we op tijd. Gelukkig ook maar, want ze zei eerst, kan niet meer. Maar toch nog 2 plekken. Even picknicken. We zijn weer terug van de waterval. En ja, dat is echt super mooi waterval. Alleen het was wel jammer, want je kon normaal zwemmen. Maar de stroom was echt veel te sterk. Dus, en heel koud. Dus je kon nu niet zwemmen. Dus we waren eigenlijk maar een uurtje daar geweest. We moesten nog even wachten, want ik kom pas na 2 uur weer terug met, met de trolley. Maar het was wel echt een hele mooie waterval. Ik zit nu lekker in het zwembadje bij het hostel. En Sanne die is even die is gaan surfen. Dus die zie ik dadelijk weer. En dan straks moeten we nog een stukje rijden naar Manu Antonio. Want daar slapen we vanavond. Het is nog, volgens mij nog 3 kwartier zoiets rijden. Ik ben het zwembad weer uit. En ik ben even naar het strand aan het lopen. Om te kijken waar Sanne aan het surfen is. Want die is als het goed is niet ergens... aan het surfen en kijken hoe ze het doet. Ik heb Sanne gevonden, het was moeilijk vinden, maar even kijken hier. Oh, ik zie zo niet waar ze is. Daar is Sanne. Maar kijk even ook hoe mooi dit strand is. Echt prachtig. We zijn aangekomen in het hostel. Hier is de receptie. Hier de pool. Daar willen we daar gaan eten, dus het komt goed uit. Het zit er echt tegenover. Ik vind het heel leuk zijn. Kijk, het zit al een beetje. Maar goed, we zijn dus ingecheckt. Ik zal daar nog even de camera laten zien als ik het niet weet. Ik ga even Sanne zoeken. We gaan dus hier eten, zoals ik net al zei. Dit is een oud, een echt vliegtuig.
onze kamer. Best wel groot. Hier slaapt Sanne. En ik slaap daar. Ik kon ook boven Sanne, maar ik vond het super chill om even een eigen bedje te hebben beneden. Dus dit. En dan hebben we hier nog... Oh, de badkamer, maar die is zo te zien op slot. Grapje, hij is niet op slot. Ik wist niet hoe ik ook moest. Wc, douche, wel vervelend, want er is maar één wc en douche. Dus als hij bezet is, dan kun je niet meer naar de wc. Good morning! Vanuit Mano Antonio. Langs het vliegtuig. We zijn even aan het ontbijten. Soms is het aan het werken. Ik wil proberen Videoland te downloaden, maar lukt niet. Ik was al heel goed wakker. Ik weet niet of je helemaal hoort met al het lawaai. Om 6 uur was ik al wakker. Gisteren ook al, maar op zich was ik al uit slaap wakker. Dus dat is oké. Okay. Het is nu 8 uur, dus we gaan even ontbijten. En we gaan straks dus een stukje verder door deze weg. Is Manu Antonio, het Nationale Park. En dat schijnt een heel leuk park te zijn. Met een mooie strand. Dus daar gaan we vanmiddag dan vanochtend heen. We denken even op het strand te chillen, maar daar zit hier gewoon een aap over. We zijn weer terug aan het rijden vanuit Mano Antonio naar San José. We zijn al eventjes aan het rijden. We zijn om 3:30 of zo zijn we vertrokken. Het was echt een hele leuke dag. Het was zo'n mooi park. We hebben echt veel dieren gezien ook. En daarna dus kon je dus nog in het water. Dus omdat het aan het strand ligt, kon je dus nog een duik in de zee nemen. Wat echt super chill was, want het was echt heel warm. Dus na die hike was dat echt perfect. En het zonnetje bleef schijnen. Dus wat dat betreft een hele leuke dag geweest. We zijn nu dus onderweg naar Sanjose aan het rijden. We hoopten er eigenlijk al wel bijna te zijn. Maar het staat dus echt helemaal vast. Dus we staan echt al best wel een tijdje helemaal stil. Het is schijnbaar een ongeval geweest. Dus inmiddels is het ook al donker. Terwijl we eigenlijk voor het donker het liefst Sanjose wilden zijn. Nou, we zijn inmiddels weer aan het rijden. Dat dacht dus een vrachtwagen op zijn kant in stukken. Wat is dit? Er stond ook weer ineens iemand hier langs weg. Maar het regent nu zo hard en het is donker. Dus je kan letterlijk echt gewoon niks zien. En het gewoon weer. We made it! We zijn weer in San José en ik heb even snel gedoucht. Ik ben ook nu net mijn lens kwijtgeraakt, dus er stopt mij zo'n laatste avond. En wij zitten nu dus lekker hier bij een foodcourt. Ons eten is zo klaar. We zijn nu op het wachten. Het is ook echt al 9:15, dus we zijn echt laat. Het eten hebben we niet geluncht, omdat we dachten we willen aanrijden en we hadden niet meer honger. Niet weten dat we er veel langer over gingen doen, want het zou eigenlijk 3 uur rijden en we hebben er 4,5 uur over gedaan. Daar is het eindelijk! Good morning! Wij zijn aan het ontbijten bij Selina nog in de ochtend. Dus we meteen even spullen pakken en de auto terugbrengen. Dan gaat Sanne om 12 uur in de bus richting het zuiden en ik volgens mij om 6:30 of zo pas een vlucht. Vanavond naar huis, dus eerst via Zurich.
Dus ik ga dan daarna nog even de stad in. En dan denk ik dat ik om een uurtje of twee of zo richting de airport ga. Nou, het is even later. Ik heb mijn spullen gepakt, Sanne ook. En we hebben de auto net weggebracht. We moesten weer eens ook schoonmaken en nog tanken, dus dat was ook even haast. We zitten nu in een Uber richting Sanne's busstation. En vanuit daar ga ik dan lopen naar Celina terug, zodat ik nog even de stad kan zien. Want ik heb natuurlijk de eerste dag Saint-José niet gezien en Sanne wel. Nu is er ook niet zo heel veel te doen, maar het is wel nog leuk om het in ieder geval gezien te hebben. Het is niet per se iets wat je gezien moet hebben, nee. Naar mijn mening. Nee, het is meer, ik heb toch de tijd nog even, dus ik dacht ja, loop ik gewoon terug. Maar ja, het zit er bijna op voor mij, dus ik ga zo naar huis. En dan gaat Sanne nog verder naar Panama. Dus eerst nog naar het zuiden van Costa Rica en dan naar Panama. Maar kan je wel missen hoor, denk ik. Ja, ik ga het wel ook echt missen. Het is zo gek. Ook heb ik bijna 3 maanden alleen gereisd, maar dan nu met Kel samen. Het voelt zo weer snel gewend en vertrouwd. En denk oh ja, nu ga ik gewoon weer alleen. Maar ja, ik ga over 3 weken wel, vlieg ik alweer naar Nederland. Ja, voor een paar dagen. Dus ja. Mijn einde komt ook een soort van een zicht voor nu dan. Ja, inderdaad. Dus ja, maar het zal binnen weer zijn. Ja, ik vind het ook wel jammer hoor, dat het alweer erop zit. Het is echt voorbij gelopen. Ja, echt hoor. Echt voorbij gelopen. Ik vond het wel echt heel leuk. Ja, ik ook. Ja. Prachtig land ook. Ja, echt. Ja, top vakantie. Doei! Nou, ik heb Sanne afgezet en nu ga ik dus teruglopen richting de hostel via het stadscentrum. Zodat ik hier maar nog een beetje van de stad zie. Ik ben benieuwd hoe het eruit ziet. Ik ben aangekomen op de airport en ik ga zo nog even iets eten en dan boarden. Het ging eigenlijk allemaal heel snel. Eigenlijk tot nu toe alleen in Amsterdam is het probleem. Hier was ik er denk ik binnen een half uurtje doorheen door alles. Goed, ik zit dus nu nog te wachten op mijn vlucht gaat. Dan heb ik eerst een overstap. Oh, mijn eten is klaar. Ik ga zo verder. Ben ik weer, ik heb mijn eten. Ik weet niet meer waar ik was, maar ik wil in ieder geval. Ik ga daar boarden en dan heb ik een tussenstop in Zurich. Daar kom ik eigenlijk morgen rond Europese tijd om 12 uur aan. En dan heb ik 4,5 uur overstap, dus dat is wel lang. En dan van Zurich nog naar Amsterdam, nog in 1 uur en 40 minuten volgens mij. De eerste vlucht is dan 11 uur en een kwartier volgens mij. Dat is wel grappig, want ik moet dus hier lokale tijd vandaag om 5:10 boarden. En morgen moet ik dus lokale tijd ook weer om 5:10 boarden. Dus van het tijdsverschil dan. Ik doe de tijd van 17 uur ongeveer. Dat was hem. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!